U kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. We hebben een prachtig weekend voor de boeg. Zeker zaterdag zal er weinig tot geen bewolking te zien zijn. Zondag misschien wat meer wolken, maar het blijft droog en ook dan zien we de zon nog wel. De zon zagen we vandaag ook op sommige plaatsen in ons land. Er trokken wat hoge wolkensluizen over het zuiden, wat stapelwolken over het noorden. En voor het gebied waar wij naar moeten kijken, moeten we in het noorden zijn. Dat komt onze kant op en dat betekent dat het wolkendek verder en verder gaat breken. De bewolking lost op en dan wordt het stralend helder. Vannacht al en morgen betekent dat inderdaad, dus veel zonneschijn. Dat laat de computerprognose ook zien. Een hoge drukgebied is verantwoordelijk voor ons weer. Wolken verdwijnen en die komen we dan vooral tegen in Frankrijk en ook in de Alpen. Daar gaat regen en sneeuw vallen. Met een sneeuwgrens rond 2000 meter. Morgen in de loop van de dag dalend naar 1500 meter of iets lager. Maar tegelijkertijd neemt dan de kans op neerslag weer af. Ook buien komen we tegen in het zuidwesten van Europa, in grote delen van Portugal en ook in het noorden van Spanje. En ook op de Balkan gaat het uiteindelijk behoorlijk regenen. Met hogerop in de bergen daar ook nog wat sneeuwval. Maar bij ons dus geen sprake van neerslag, hoge druk weer, prachtig heldere condities. Vanavond verdwijnt de meeste bewolking geleidelijk. Het blijft uiteraard dus droog. Temperaturen dalen naar 8 tot 10 graden. Het blijft wel behoorlijk waaien. Ook vannacht, hoewel het, de wind in het binnenland wat wegvalt. Het is helder en de temperaturen dalen tot zo'n 2 graden op sommige plaatsen. En dat betekent dat het kwik vlak bij de grond lokaal al dicht bij het vriespunt kan komen. Morgen lopen de temperaturen op. Het wordt 11 graden op de Wadden, 13 in de kop van Noord-Holland en Groningen en 15 misschien wel in Limburg en delen van Brabant. Zon overgrote weer, matige wind in het binnenland en een vrij krachtige noordoostenwind langs de kust. En dat betekent wel dat het voor het gevoel kouder is dan wat de thermometers aangeven. Voor zondag voorzien we wat meer bewolking, met name in het noorden en westen van het land. In het zuidoosten blijft het redelijk zonnig. Het wordt 10 tot 15 graden. De wind is dan noordelijk. Maandag weer noordoost. En dan krijgt de zon ook weer veel ruimte, net als dinsdag. Temperaturen lopen na het weekende voorzichtig iets op en komen op steeds meer plaatsen net boven de 15 graden uit. En dinsdag op sommige plaatsen wel rond 18 graden. Die temperatuurstijging zet niet helemaal door. Woensdag lijkt weer iets frisser. En vanaf donderdag. Een grote spreiding in de temperatuur, heel veel onzekerheid. Dat geldt vooral voor de temperatuur en ook voor het weerbeeld. Want voor de neerslag is het eigenlijk allemaal nog koekenij. Het blijft voorlopig droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.